Hey allemaal, Jesse hier. Ik hoop dat alles heel goed met jullie gaat. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik jullie mag helpen met dit project van de Fries Commander. Ik kom jullie hier een paar leuke weetjes vertellen en aan het einde van deze video ga ik jullie ook nog iets heel erg leuks vertellen. Wisten jullie bijvoorbeeld dat een trui, een regenjas, een slaapzak of een vliestrui wordt gemaakt van petflessen? Petverpakkingen zijn namelijk volledig recyclebaar en zo kun je ze een heel nieuw leven geven. Lege petflessen kun je inleveren bij een plastic verzamelbak of bij een statiegeldautomaat en die kun je meestal vinden in een supermarkt. De ingezamelde flessen die gaan naar een verwerker die ze dus eerst sorteren, daarna malen en daarna wassen. Die petflessen die dan op dat moment hele grote balen snippers zijn, die worden dan uiteindelijk verkocht aan fiberproducenten. Nou, dan heb je dus uiteindelijk de gemalen flessen, daar worden dan uiteindelijk, die worden gesmolten en daar wordt uiteindelijk dan fiberdraden van gemaakt. Die fiberdraden die worden dan gesponnen tot één draad en daar kan je dan bijvoorbeeld weer een vliesdraad van maken. En nu heb ik een vraag aan jullie. Hoeveel petflessen zijn er nodig om een regenjas en een t-shirt te maken? Als jij nou het antwoord te weten, maak dan een hele leuke video met jouw klas van ongeveer 30 tot 60 seconden. En laat het ons dan weten. De video kan je dan insturen tot 25 oktober naar dagvanhetafval@devrieskemarren.nl. De klas die het dichtste bij het antwoord zit en natuurlijk de mooiste video heeft gemaakt, die wint een heel mooi duurzaam cadeau voor de hele klas. Ik, Jesse, maak de winnaar bekend op de dag van het afval op vrijdag 28 oktober om 3 uur op een milieuterrein in Lemmer. Ik hoop dat ik jullie daar allemaal zie. Doei!